Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen hier aanwezig, kijkers en luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst op de eerste Adventszondag in de Bergkerk, waarin voorgaat mevrouw Siti Smedinga. Door livestream en kerkomroep zijn we nu en op een later tijdstip met elkaar verbonden. Na het aansteken van de kinder- en adventskaars zingen we het projectlied zoals dat op de liturgie staat. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en zingen wij het aanvangslied, lied 283. Maar eerst de kinderen. Voor het aansteken van de kaarsen. Ben ik zo te horen? Ah, helemaal goed. Misschien dat de kinderen ook even naar voren willen komen. Want voordat we gaan zingen, wil ik eigenlijk eerst nog even iets uitleggen over het Adventproject. Want het is de eerste Adventszondag. En het goede nieuws daarbij, behalve het nieuws dat we naar kerst gaan, is dat er ook deze komende weken, iedere week, kindernevendienst zal zijn. Dus dat is hartstikke mooi. En voor het kindernevendienst beneden hebben we een adventsproject en dat heet Levenslicht. En levenslicht, dat betekent eigenlijk geboren worden. Het levenslicht zien. En in de Bijbel zijn licht en leven nauw met elkaar verbonden. En dat komt ook tot uitdrukking in het project. En in het adventsproject staan vier vrouwen uit de voorgeschiedenis van Jezus centraal. En iedere zondag gaan we het hebben over een van die vrouwen. En we kijken op die manier eigenlijk een beetje terug in de geschiedenis van Jezus. Zoals ja, mensen dat zelf ook wel eens doen, hè, dat je terugkijkt van waar kom ik eigenlijk vandaan. En ja, bij iedere vrouw hoort een bepaald symbool. En nou ben ik heel nieuwsgierig of jullie iets zien hier waarvan je denkt, oh, dat zou wel eens het symbool kunnen zijn. Weet jij het? Heb jij iets gezien die denkt, dat is anders? Nou Jade, jij bent er net bij geweest. Nou kijk eens daar, wat is dat? Bij de eerste kaars. Glitters, maar het is een kroon, ja. En bij wie horen kronen eigenlijk? Wie heeft er een kroon? Koninginnen. Koninginnen, ja, heel goed. We gaan het vandaag namelijk hebben over een koningin uit het Oude Testament. En die koningin, ja, ik weet niet, misschien hebben jullie de naam in de liturgie al zien staan. Weet jullie hoe die koningin heet waar we het vandaag over gaan hebben? Nou, ik zie iedereen al studeren, Batseba. En Batseba was de buurvrouw van David en later trouwden ze en kregen ze kinderen. En die kinderen wilden allemaal wel graag ook die kroon hebben die David had toen hij oud werd. En Batseba zorgde ervoor dat Salomo, de goede en wijze koning, dat die uiteindelijk de kroon kreeg. En daar gaan we het beneden over hebben met elkaar. En we gaan de komende weken ook heel hard werken aan een knutselproject. En dat krijgt u vast allemaal met kerst wel te zien. Want we gaan een kerststal maken met allemaal kerstfiguren erin. En op weg naar kerst wordt die stal natuurlijk steeds voller. En met kerst hopen we dat het licht boven de kerststal schijnt. Dan gaan we nu naar beneden en zingen het projectlied. Thank you.
nu het aanvangslied, lied 283, 1 tot en met 3, in de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd. Wij zoeken onze hulp bij de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer onze God, naar U gaat ons verlangen. Zie naar ons om en wees ons genadig. Wek op Uw kracht en kom. Kom ons tegemoet. Laat de zon van Uw gerechtigheid over ons opgaan. Laat het licht van Uw liefde stralen in ons midden. En verlicht ons bestaan met uw aanwezigheid. Omwille van Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij zingen nu de psalm van de zondag, lied 25a. Mijn ogen zijn gevestigd.
En ook in de stilte van dit moment, gelijk even testen of ik goed te horen ben, ja. Bidden wij ons Kyriëgebed. En in het Kyriëgebed zingen we 3 keer de acclamatie van 368D. Houd mij in leven, wees gij mij redding. Ik geef het aan. Laten we bidden. God, ook deze week mochten we genieten van het goede, het mooie dat er was in de afgelopen week. Er waren mensen die elkaar lief hebben, die voor elkaar zorgden. Er waren mensen die op een goede werkplek kunnen werken. Maar deze week werden we ook weer opgeschrikt door alle onrust die er is in het land, in ons eigen leven, in medialand, in de wereld. Alle crisissen van klimaat, honger, oorlogen vragen onze aandacht. Alle grote en kleine ruzies, thuis en op de werkplekken. De hoge werkdruk, de onzuiverheden in eigen leven en in de samenleving. De vragen die er leven over leiderschap en goed samenwerken met elkaar. Op alle terreinen, God, we brengen het bij u. En daarom roepen wij u aan. De beelden van de oorlog in Oekraïne en Syrië, de beelden van de steeds groter wordende hongersnood in Afrika zijn niet om aan te zien. De onmacht dat het ons als land niet lukt om aan een ieder een dak boven zijn hoofd te geven. Het is verleidelijk om weg te kijken, om het niet tot ons door te willen laten dringen. En daarom roepen wij u aan. We brengen bij u al de grote en kleine onvolmaaktheden in eigen leven. Daar waar we de ander gemist hebben, gekwetst hebben, gekleineerd, niet gezien hebben. Of daar waar we het eigen gelijk zochten. Daarom roepen wij u aan. God, maar naast al dit leed beleefden we ook het goede. Al het mooie van de herfst, al de aandacht die er was. De liefde van de een voor de ander. De steden en dorpen die wel locaties beschikbaar hebben voor de vluchtelingen. Daar waar wel zorg is voor de wees, de weduwe en de vreemdeling in de stad. En daarvoor danken we u. Amen. Voordat we uit de Bijbel lezen, verschillende verhalen. Karen heeft al een inleiding gegeven op het Adventsproject. En ik heb ervoor gekozen om 2 plekken ook in de lezingen op te nemen waar het gaat over Batseba. Maar daarnaast staat er een lezing uit Psalm 27 centraal en een lezing uit Lucas. Alvast een toelichting op het lied na de Lucaslezing. De Lucaslezing is lied 1003. En dat lied leent zich ervoor om in 2 partijen te zingen. Het couplet en het refrein is zo totaal verschillend aan elkaar qua inhoud en melodie, dat het mooi is dat de orgelkant het couplet zingt en de linkerkant die zingt het refrein. Dan is het stem en tegenstem. Maar voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we God om licht. Goede God, u sprak tot David en tot de mensen in een ver verleden.
U spreekt met ons door de verhalen die we lezen en horen uit de Bijbel. Doe ons hart oplichten. Doe ons uw zuiverheid en wijsheid zien. Doe ons zien op Jezus, die ons het leven leerde. Amen. De eerste lezing is dus, er zijn dus drie stukjes uit het Oude Testament. Eerst 1 Koningen 1, vers 15 tot 18. Bathsheba ging het vertrek naar binnen waar de oude koning David werd verzorgd door Abisag uit Sunem. Ze knielde voor de koning neer en boog diep voorover. En hij vroeg haar wat ze wenste. Mijn heer, antwoordde ze, u hebt me bij de Heer, uw God, gezworen, jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Maar nu is buiten uw medeweten Adonia tot koning uitgeroepen. En dan enkele versen uit 1 Koningen 2. Bathsheba ging naar koning Salomo om met hem over Adonia te spreken. De koning stond op, kwam haar tegemoet en knielde voor haar. Toen ging hij weer zitten en liet voor de koningin moeder een tweede troon aandragen. Ze nam plaats aan zijn rechterhand en zei, ik heb een klein verzoekje aan u, alsjeblieft weiger het me niet. De koning antwoordde, vraag u maar moeder, ik zal het u niet weigeren. Bathsheba vroeg, kan uw broer Adonia de hand krijgen van Abisag uit Sunem? En dan een aantal versen uit Psalm 27. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar ze struikelden, ze vielen. Er trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Tot zover de lezingen uit het Oude Testament. We zingen nu lied 221, de versen 1 en 2.
De lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie naar Lucas. Lucas 19, vanaf vers 37. Toen Jezus op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als wij zouden zwijgen, dan zouden de steden het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen met de woorden: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Tot zover de lezingen. En dan nu lied 1003, de versen 1 tot en met 4.
Na de overdenking zingen we lied 605. De toekomst is al gaande. Met de Lucaslezing vielen we midden in het feest van aanbidding. We vielen ook midden in een tekstgedeelte. Het voorgaande, wat we niet gelezen hebben, dat beschrijft hoe de leerlingen een ezel voor Jezus moeten halen. Jezus die op de ezel gaat zitten. Maar daar ligt het accent van deze overdenking niet. Het accent ligt op de teksten die erna komen. Na een lange tocht van noord naar het midden van het land bereiken Jezus en de leerlingen bijna Jeruzalem. Ze staan voor de Olijfberg. Je zou kunnen zeggen, er moet nog een berg genomen worden voordat ze Jeruzalem bereiken. Nog een berg op en nog een berg af. En dan op de berg zal de stad zich laten zien en de berg af. Dan zijn ze in Jeruzalem. Op die top van de Olijfberg staat een gebedsplaats. En op deze top van de berg roepen de leerlingen het vol vreugde en vol aanbidding uit. Gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Alle bergen zijn genomen, alle stenen uit de weg geruimd. Na een lange tocht komen ze met hun Heer aan bij Jeruzalem. En de leerlingen zijn blij, ze vieren feest, ze schreeuwen het uit en ze loven God. En ze roepen dezelfde woorden als die de engelen zongen bij de geboorte van Jezus. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde. Op de top van de berg worden ook de tegenstellingen zichtbaar. Zoals wel vaker gebeurt in het leven als je op een top bent. We zien de juichende leerlingen die God loven en dankbaar zijn. We horen de fariseeën en de godgeleerden die zich irriteren aan het geluid, aan het gejuich van de leerlingen. En we zien Jezus, die weet wat er aan de hand is in Jeruzalem. Juichen op de top van een berg. Zou je mogen zeggen dat het juichen, het God loven, als het ware het dak is, het paraplu is om het leven aan te kunnen? Om je daar aan vast te houden, zoals we lazen in Psalm 27. Niet dat je dat altijd zo voelt. Ook David voelde dat niet altijd. Maar hij en David benoemt dat ondanks alles wat hem benauwt, alles wat hij gedaan heeft, hij zich gedragen weet door God. Dus soms tegen beter weten in zeggen of zingen, of uitroepen. Bij de Heer ben ik veilig. Voor wie zou ik bang zijn? We hebben het de Oekraïners horen zeggen. Wij zijn niet bang. En ik kan me dat niet voorstellen. In een gruwelijke oorlog zeggen dat je niet bang bent, terwijl de raketten om de oren vliegen. Is dat in alles wat we nu meemaken toch zingen, zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God. Karen vertelde dat in het adventsproject vier vrouwen centraal staan en dat vandaag dus Batsheba centraal staat. Ik heb mij in de afgelopen dagen afgevraagd van waarin is het sterke van Batsheba? Waarom wordt zij genoemd? Waarom draagt zij een kroon? Er wordt niet veel over haar geschreven, dus we moeten het met een paar teksten doen waarvan we dus wat gehoord hebben. Maar waarin was Batsheba sterk? Ik denk dat zij opstond. Zij werd van buurvrouw koningin. En in haar rol als koningin stond ze op het moment dat ze merkte, dit klopt niet. Ze gaat met een belangrijke vraag naar David op het moment dat Adonia zichzelf tot koning maakt. Ze zegt tegen David, je hebt beloofd dat Salomo koning zou worden. En in die tijd was het bijzonder dat een vrouw opstond. En daarom staat het denk ik ook beschreven. Maar ze staat ook voor een tweede keer op. Dat was het tweede gedeelte wat we lazen.
Dan stelt ze de vraag aan haar zoon Salomo. En zij staat bij Salomo in een hoog aanzien, want Salomo knielt voor haar. En hij laat voor haar een tweede troon aanrukken. Ze gaat aan zijn rechterhand zitten. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders, iets vreemds denk ik ook. En ik kom daar ook niet helemaal uit. Zij vraagt aan Salomo een vraag waarvoor ze eigenlijk waarschijnlijk gebruikt is door Adonia. Salomo zegt, vraag maar en je zult krijgen wat je vraagt. Maar dat gebeurt niet. Ik denk dat, maar dat is een interpretatie van mij, dat Salomo de list doorziet van Adonia en Batsheba niet. Zuiverheid en onzuiverheid lijken hier naast elkaar te staan. En zuiverheid, daar ging het toen om en daar gaat het nu om. In alle situaties van het leven, ook in werkomstandigheden, heb je wijze mensen nodig die de vinger op de onzuivere plekken leggen. In alle situaties van leven en werken heb je mensen nodig die over je schouder heen meekijken. En het blijkt nu steeds meer dat in situaties van macht er niet altijd zuiver gehandeld wordt. Nu niet, in het verleden niet. En ik hoop dat we in de toekomst hier anders mee omgaan. De sporen van dat leed is voor velen nog steeds voelbaar, ook in de kerk. Terug naar de Lucaslezing. De leerlingen herhalen wat de engelen bezongen toen Jezus was geboren. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Voor de Farizeeën is het God lastelijk, want de leerlingen roepen en vragen aan Jezus. En ze zeggen tegen Jezus, laat het stoppen, laat het ophouden. Maar Jezus zegt, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Dus als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitschreeuwen. Is dat, als wij stoppen met het vertellen van de verhalen over God en over Jezus. Als wij stoppen met recht doen. Als wij stoppen met vredestichters zijn. Als wij stoppen met het diepe vertrouwen dat God ons nabij is. Dan zullen we op een andere manier horen wie en hoe God is. En hoe het leven met God bedoeld is. Dan zullen de stenen het uitschreeuwen, want horen zullen we het. Jezus ziet de stad voor zich liggen, het geliefde Jeruzalem, het hart, het centrum van geloven, de plek waar de tempel staat, van leven, van God die de mens ontmoet, het centrum van aanbidding. Het is er een puinhoop. En dan die intense woorden, Jezus huilt. Hij huilt om het lot van de stad. Hij huilt om het leven dat de mensen leiden. En zegt, stad, had jij maar geweten wat vrede kan brengen. Had jij maar geweten hoe het leven met God is. Hoe het leven naar Gods ontferming is. Dan had het kwaad geen vat op je gehad. Had jij maar geweten. Laat Jezus hier zien dat het leven met God anders is dan de leer van de Farizeeën. Want de schriftgeleerden, de Farizeeën, de Sadduceeën, zij zijn de leermeesters in de tempel. Zij zijn de Godgeleerden die het volk leerden. En laat Jezus hier zien dat de mensen en het volk niet verder nagedacht hebben. Hadden ze zelf geen inzicht meer in de God van Abraham, Isaac en Jacob? Jezus kijkt vanaf de Olijfberg naar de stad. En hij ziet en hij weet, nu is het de tijd om in Jeruzalem aan de mensen te leren hoe het leven met God bedoeld is. Jezus gaat aan het werk in het centrum van geloven en aanbidden. Hij daalt af naar het hart van de stad, de tempel. Hij maakt korte metten met het onrecht dat daar geschiet. Want het tempelplein is een rovershol geworden. Het tempelplein bedoeld als plaats van gebed, van inkeer voor de mensen, voor het volk. En Jezus leert en vertelt in Jeruzalem hoe het leven met God bedoeld is. Het leven van het delen van het brood. De hoer en de tollenaar in de ogen kijken. De lammen helpen naar het borrelende water. De angstige leerlingen tegemoet lopen over een kolkende zee.
de ogen openen voor het leven en werkelijk recht doen aan de wees, de weduwe en de vreemdeling. En net als op andere plekken in het land hangen de mensen aan zijn lippen. Ze krijgen antwoorden op hun vragen en hun leven krijgt weer perspectief. Ik vraag me vaak af, wat als Jezus nu zou leven? Ik heb het hier wel vaker gezegd. Wat als Jezus hier nu zou leven, wat zou hij zeggen? Wat zou hij zeggen als hij aanwezig geweest was op de klimaattop in Egypte? Wat zou hij zeggen en zien als hij bij de hekken in Ter Apel zou staan? Wat als hij aanwezig zou zijn in de door oorlogen kapotgeschoten steden? Wat als hij zou zijn in de gebieden van Afrika of Jemen, waar gruwelijke honger heerst? Zou hij huilen? Zou hij huilen om de honger, om de overvloed, om de wapens die gericht zijn op elkaar? Zou hij huilen om ons zwijgen? En wat zou hij ons leren? Waar zijn onze ogen blind geworden voor Gods opdracht om de aarde goed te bewonen en te bewerken? Waar doen we het goede? Want er zijn plekken, en ook wij doen het goede. Het goede is er ook. Velen van ons, en tegelijkertijd hebben velen van ons momenten dat de angst om ons hart slaat. Bij de berichten over de toenemende armoede. De angst voor minder eten en kou. Het dagelijks eten niet meer kunnen betalen. De angst voor natuurrampen door klimaatveranderingen. De angst dat de oorlog in de Oekraïne wereldomvattend wordt. De angst dat je je bedrijf moet verkopen of je winkel moet sluiten. En noem maar op. De tegenstellingen zijn groot, want naast armoede zijn er velen die leven in welvaart. En naast de klimaatcrisis is het een prachtig najaar en genieten we van een schitterende natuur. Naast de ruzies en de oorlogen zijn er velen die leven in vrede, genieten van elkaar, houden van elkaar. Maar hoe ga ik om met alles wat er om ons heen gebeurt? Hoe ga ik om met de angst die ons soms bekruipt? In het groot kunnen we de vraagstukken niet oplossen. En in het klein kunnen we iets toevoegen aan een wereld van vrede. Daar geloof ik in. Voor de regeringsleiders is er de opdracht om de aarde die ons gegeven is goed te bewonen en te bewerken. En die opdracht heeft elk mensenkind. En ja, ik geloof wel in die druppel die helpt. En ik geloof dat al die druppels bij elkaar een emmer doet overlopen. Wat ik doe, hoe ik leef, dat doet ertoe. En daarin heb ik nog veel te leren en veel te veranderen. Tijdens onze laatste vakantie kwamen we in een open kerk deze poster tegen. Die poster is opgehangen aan de gordijnen van een biechthokje. Een biechthokje wat gesloten is. Op die poster een hartje en in het hart stond geschreven: spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Hoe is het met mijn binnenkant? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Hoe is het met mijn binnenkant? Jezus houdt de mensen en ons een spiegel voor. Een levensspiegel. Veel om over na te denken en ook veel om met elkaar over van gedachten te wisselen. En als bij de een de angst om het hart slaat, elkaar te bemoedigen. Of in deze adventstijd het eerste couplet van het projectlied in jezelf te herhalen. Wie draagt dat licht? Wie brengt het voort? Wie geeft het aan de mensen door? En ook de woorden van Jezus aan te halen. Wees niet bang. En samen te zingen, soms tegen beter weten en tegen beter voelen in. De toekomst is al gaande. Heb je het gehoord? De toekomst is al gaande. Voert ondanks tegenstand ons uit het doodsbestaande naar nieuw bewoonbaar land. Amen.
gaan danken en bidden. En in het dankgebed en tijdens de voorbeden zingen we 3 keer van lied 368c. Doe lichten over ons uw aangezicht. Laten we danken en bidden. Eeuwige, nabije God, we danken voor uw nabijheid. Uw nabijheid die we mogen ervaren, die we mogen weten en die we mogen leren. We danken u voor mensen om ons heen, voor mensen die het goede doen. We bidden voor de wereldleiders. Geef hen wijsheid in al de crisissen die er zijn, wereldwijd. We bidden voor onze eigen regering, met al de onrust die er is, met alle vraagstukken waar ze zich mee bezig moeten houden. Geef hen wijsheid en zuiverheid, dat ze met elkaar wereldwijd het brood en het water dat er is, verdelen over alle mensen. We zingen. God, we bidden voor onszelf. Hoe is het met onze eigen binnenkant? Maken we de goede keuzes? Laten we ons optillen door uw nabijheid, door uw wijsheid? Zijn wij elkaars luisterend oor? Zoeken we de ander op om te spreken over dat wat dwars zit, dat wat benauwd, dat wat pijn doet? We bidden dat er in deze adventstijd iets van licht mag doorklinken in ons, voor ons en voor de wereld om ons heen. Daarom zingen we. Eeuwige nabije God, we bidden voor deze gemeente. Voor de gemeente op deze plek in Den Haag. Geef hen licht, doorzettingsvermogen, danken voor hulp die er is. We bidden voor de zieken in de gemeente thuis en in het ziekenhuis. We bidden voor de zieken in eigen leven. We bidden voor hen die rouw dragen. Geef mensen die nabij zijn. En in de stilte van dit moment en de gemeenschap met elkaar hier en thuis, leggen we onze eigen gebeden aan u voor. Daarom zingen we. En samen met alle gelovigen wereldwijd bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Bij de mededelingen allereerst de collectes. De eerste collecte is de diaconaal.
Doet hij dat? Ja. De eerste collecte is de diaconale collecte, bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat. De tweede collecte is bestemd voor Kerk en Pastoraat, bestemd voor de wijkgemeente Bergkerk. De derde collecte is de collecte bestemd voor de eredienst. De bloemen gaan vandaag mee naar huis met mevrouw Corrie Wilschut. Ik wijs u op de bijeenkomsten rond Advent, gegeven door dominee Maria Flipsen. Op de wijkgroet vindt u verdere gegevens en hoe u zich kunt aanmelden. Na de inzameling van de gaven zingen we ons slotlied, lied 993, Samen op aarde. Thank you.
Met de zegen in ons hart mogen we de nieuwe week ingaan. Wij zijn gezegende mensen. En wij mogen ons gedragen weten door de eeuwige. We mogen ons laten dragen en we mogen ons gedragen in het leven. En voor vandaag heb ik gekozen voor de zegen uit Zuid-Afrika. De Heer onze God, Hij zegene ons. Hij laat onze voeten dansen. Hij geeft kracht aan onze armen en Hij vervult ons hart met tederheid en onze ogen met een lach. De Heer onze God, Hij vult onze oren met muziek, onze neus met heerlijke geuren. Hij vult onze mond met gejuich en onze ziel met blijdschap. En Hij schenkt ons steeds opnieuw de genade van de stilte, het vertrouwen op een mooie toekomst. De Heer onze God, Hij geeft ons allen de kracht om in onze wereld geloof, hoop en liefde een gezicht te geven. De Heer zegene ons, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Geweldig, geweldig.